Arno Verschuren, weer terug in de basis. Ja, klopt. Een beetje een tijdje weg geweest met die blessure natuurlijk. Ik ben heel tevreden dat ik terug minuut heb gemaakt. Ik probeer me op training altijd alles te geven. Nu terug een wedstrijd gespeeld, dus dat is wel een goed gevoel. Ja. Het is niet jouw favoriete positie, want je hebt de eerste seizoen zelfs veel middenveld gespeeld. Je staat nu rechts achterin. Ik heb jou ook zien trainen in Portugal op die positie. Is dat iets wat de trainer gecommuniceerd heeft van jou, dat je moet richten op de rechtsbackpositie? Ik ben een polyvalente speler, dus ik kan me wel richten op meerdere posities. En dat is denk ik ook een beetje wat de coach wil. Nu op deze moment is het op die rechtsback. Ik denk dat we in het middenveld ook gewoon elkaar het ook goed doet. Ik probeer gewoon altijd mijn best te doen. En het is aan de trainer om te kiezen waar hij mij het liefst wil. En dan zal ik altijd op die positie gewoon alles geven. Was het weer even wennen voor jou om in de verdediging te spelen? Ik heb er wel natuurlijk op getraind. Zoals ook op stage voor afgelopen week natuurlijk. Dus ja, het is wel een beetje wennen altijd. Maar het valt ook wel mee op zich. Het is vandaag niet het gewenste resultaat tegen VVV. Ik denk dat jullie de wedstrijd anders hadden voorgesteld. Ja, klopt. Ja. We waren een beetje gewaarschuwd voor deze situatie. We weten dat ze gewoon heel verdedigend spelen. En ja, dat ze dan in die tegenaanval wel gevaarlijk kunnen zijn. En ja, dat blijkt vandaag ook weer. Ik denk dat we 60% balbezit hadden. Daar koop je natuurlijk niks mee. Zij hebben die drie punten en die hadden eigenlijk gewoon hier thuis moeten blijven. Het is eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal als van het eerste seizoen zelf. Het gaat in de verdediging, middenveld gaat het erg goed. En op het moment dat je richting de aanval komt, dan stokt het. Is het aantrekken van een nieuwe spits dan ook echt een soort van sleutel naar succes, denk je? Ja, kijk, we verdedigen met het team en we vallen aan met het team. Dus ik ga het niet alleen bij de aanvallers leggen natuurlijk. Ze doen ook hartstikke hun best. Ze werken ook heel hard. Dus we zullen kijken. We hebben twee nieuwe aanwinsten. Het is aan hun ook om te tonen dat zij willen spelen en dat ze het team kunnen helpen. Hopelijk wel, maar we moeten het ook gewoon met deze team doen. En vandaag gaat het ook gewoon moeten winnen. Volgende week ga je op bezoek bij Ajax. Ga je ervan uit dat je weer speelt? Ik werk deze week terug heel hard. Ik ga er niet vanuit dat ik altijd speel, dus ik probeer gewoon te werken. En dan is het aan de trainer om te kiezen wat hij gaat doen. Succes, dankjewel.